Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie Cosmic Colonies uitleggen. Deze kwam vorige week bij Inge in de bus en die hebben we natuurlijk gelijk gespeeld. En die was leuk, dus ik dacht, daar gaan we gelijk even een filmpje van maken natuurlijk. En dit is eigenlijk een vrij eenvoudig spelletje, want in je beurt heb je maar de keuze uit twee acties. Of je verzamelt grondstoffen, je mag één type grondstof mag je gaan pakken. Of je zet die grondstoffen in om tegeltjes te gaan pakken. En die tegeltjes die leg je neer. Iedereen heeft een eigen kaartje voor zich liggen waarop je die tegeltjes gaat leggen. En hoe meer speciale vakjes je bezet, hoe meer punten je hebt aan het einde van het spel. Het spelletje is voor 2 tot en met 5 spelers of in je eentje. En dan speel je tegen dit kaartendek. Laten we maar snel gaan kijken hoe het gaat. Elke speler krijgt zijn eigen kaart waar hij de tegeltjes op gaat neerleggen die je tijdens het spel gaat kopen. En je ziet daar verschillende ondergronden op staan. En de speciale ondergrondjes, dat zijn die blauwe vakjes, de paarsige vakjes en de vakjes waar rotsen op liggen. Hoe minder je van die vakjes overhoudt aan het einde van het spel, door die te gaan afdekken met die tegeltjes daar, hoe meer punten je gaat verdienen. Je hebt de zogeheten geavanceerde versie, dat is deze versie. Het enige verschil is dan eigenlijk dat de vakjes waar niks op staat, daar krijg je punten voor. Dus dan is het echt een zaak om te proberen om de lege plekjes heen te bouwen en alleen de speciale vakjes te overbouwen. Maar je kan natuurlijk beginnen met de standaard versie. Alleen levert het dan geen punten op als je die lege vakjes vrijhoudt. Dus het maakt niet uit, kan je gewoon lekker bouwen hoe je het wil. Nou, je kiest een van de twee kanten, wat mij betreft gelijk die geavanceerde kant. En dan krijgt elke speler alvast één grondstof cadeau om mee te beginnen. Dit is trouwens de deluxe versie, dus ik neem aan dat dan de tokentjes hiervan een deluxe vorm zijn. We hebben 4 verschillende grondstoffen, 4 kleurtjes. En die ga je straks gebruiken om die tegeltjes te kopen. Die tegeltjes komen op dit vak te liggen. Elke ronde is er van elk vormpje eentje beschikbaar. En je kan ze natuurlijk even netjes stapelen naast elkaar. Of je doet zoals ik lui en je gooit ze gewoon op een hoop. Anyway, die ga je hier neerleggen. En elke ronde is er maar één tegeltje beschikbaar. Dat wil zeggen als je met z'n tweeën of met z'n drieën speelt. Speel je met 4 of 5 spelers, dan draai je hem even om. En dan is elke tegel 2 keer beschikbaar. Daarnaast zie je hier nog het maximale aantal grondstoffen wat er in de voorraad kan zitten om te pakken. Dat is aan deze kant voor 7. En speel je met 2 of 3, dan kan er maar maximaal 5 van elke grondstof in de voorraadpot. En die voorraadpot is waar je dus je grondstoffen uit gaat halen tijdens je beurt. Nou, we spelen 8 rondjes. We beginnen natuurlijk bij ronde 1. En in dit voorraadpotjes, daar komt net zoveel resources als dat we spelers hebben. Dus spelen we met z'n tweeën, dan komen er 2. Speel je met z'n drieën, leg je de 3 neer. In dit geval kunnen er dus maar maximaal 5 resources per voorraadje liggen. Nou, we leggen dus van elk vormpje leggen we er eentje op het bord die gepakt kan worden deze ronde. Elk vormpje is precies 4 vakjes groot, dus het maakt qua oppervlakte niet uit welke je pakt. Alleen de vorm is anders en ook wat je ervoor moet betalen. Ik weet het gelijk even kunnen laten zien. De kosten voor het kopen van zo'n grondstof staan gewoon netjes hiernaast. Dus wil ik straks deze vorm gaan kopen die hier ligt, moet ik 2 blauwe grondstoffen en 1 gele inleveren. Nou, en zo is het voor alles wat. Behalve voor de langwerpige. Daarvan moet je 2 dezelfde grondstoffen inleveren plus 1 andere. Dus je mag niet 3 dezelfde doen. Het moeten 2 dezelfde plus 1 andere. En voor wie niet zo van spelersconflict houdt, de enige manier waarop je elkaar dwars kan zitten is eigenlijk door de grondstoffen uit een potje te pakken die je denkt van, oh, die wou mijn tegenstander hebben. Of dat jij net een bepaald vormpje voor iemand zijn neus weghaalt. Dan krijgt elke speler nog een geheime bonuskaart. En die geeft eigenlijk aan, stel dat ik deze kaart krijg, aan het einde van het spel krijg ik 2 punten voor elk vierkant heb ik gebouwd en 1 punt voor elk, nou ja, deze vorm die ik heb gebouwd. En een andere speler heeft misschien deze kaart gekregen, 2 punten voor elk langwerpig stuk wat hij heeft gebouwd en 1 punt voor de T-vorm die hij heeft gebouwd. Nou, zo heb je 5 verschillende variantenkaartjes, elke speler krijgt er dus 1 en elke speler heeft dus zijn eigen voorkeur om bepaalde vormpjes te gaan kopen om daar bonuspunten voor te krijgen. En mijn eerste potje verloor ik omdat ik een belangrijke bonus vergat. Heb je aan het einde van het spel een setje van 5 verschillende tegels gebouwd, dus heb je ze alle 5 op je bordje liggen, dan krijg je 15 bonuspunten. Lukt je dat zelfs 2 keer zo'n set, dan krijg je 30 punten enzovoort. En vervolgens gaan we beginnen met het spelletje als dit zo klaar ligt. En daarvoor gaan we beginnen met de actiekaarten. Daar zijn 2 varianten voor. We hebben de basisversie en we hebben de geavanceerde versie. En de geavanceerde kaarten zijn eigenlijk een verbeterde versie van de basiskaarten. Want die hebben nog een extra speciale actie. Tenminste in dit geval niet, omdat dit de laagste kaart is. Maar dan komt er bij de advanced kaarten komt er een extra actie onder te staan. Maar die actie geldt alleen als je dit als tweede kaart speelt en dus niet als eerste kaart. Aan jou even de keuze om te kiezen met welk setje je gaat beginnen. Nou ja, wat mij betreft begin je gelijk met deze geavanceerde set, want zo heel geavanceerd is het nou ook weer niet. Maar goed, dat is een keuze. Vandaar ook dat je aan de basiskant van dit bordje zie je geen verschil bij de 2 kaarten die je neer gaat leggen.
En hier zie je duidelijk, dit is de kaart die je overdag speelt. Dat is de eerste kaart die je speelt. En dit is de kaart die je 's nachts speelt. Dat is de tweede kaart. Want deze stapel, of tenminste de stapel waar je mee gaat spelen, die wordt geschud. Als elke speler 4 kaarten heeft gekregen, gaat de rest van de kaarten die je niet gebruikt, gaat uit het spel. Dus die doen niet mee dit potje. Behalve als je het met z'n tweeën speelt. Want dan trek je nog een extra setje van 4. Daarvan maak je 2 setjes en dan ga je het scorebordje, wat je normaal met meer spelers eigenlijk alleen maar gebruikt om de score aan het einde op te gaan tellen, draai het kaartje om en dan zie je dat daar een kaartensetje op ligt, tenminste ruimte om kaartjes op te liggen. En leggen we het 1 setje van 2 leggen we hier neer en het andere setje van 2 leggen we daar neer. En dan beginnen we met de actiefase en dat is allereerst het kiezen van de kaart die je gaat spelen. Nou, je kan 2 dingen afspreken, of je speelt gewoon eerst 1 kaart en dan gaan we spelen en dan doen we daarna de tweede kaart. Of je hebt ook een variant, en dat deed ik eigenlijk al een beetje automatisch, is dat je gelijk 2 kaarten gaat kiezen en dat je die alvast neerlegt. Zo vandaag ga ik deze ronde mee spelen. Nou, ik had het al gezegd, ben je aan de beurt, heb je eigenlijk maar de keuze uit 2 dingen. Of je gaat grondstoffen verzamelen, of je gaat een van die tegeltjes pakken. Nou, we hebben dit met maar 1 grondstof van elk. En om zo'n tegel te pakken heb je hoe dan ook 2 grondstoffen van 1 kleur nodig om die te kunnen bouwen. Dus de eerste actie die je eigenlijk altijd gaat doen in dit spel is grondstoffen pakken. Om te gaan kijken wie er mag beginnen, gaan we kijken naar de speler die de laagste kaart heeft gespeeld. Dus de kaart met het laagste nummer. Nou heb ik vrij hoge nummers, dus de kans is groot dat mijn tegenstanders eerst mogen. Aan de andere kant, hoe hoger het nummer, hoe beter de actie die eronder staat. Even de geavanceerde kaart, maar bij nummer 1 zie je, die heeft geen speciale actie. Dus je krijgt geen bonus, maar je mag wel als eerste aan de beurt zijn. Terwijl deze kaart zegt, als jij nu aan de beurt bent, mag je zowel de verzamel- als de bouwactie doen. Dus je mag en grondstoffen pakken en je mag gelijk wat bouwen. Dus dat kan best interessant zijn. Als je de actie kiest om grondstoffen te verzamelen, moet je met 2 dingen rekening houden. Ten eerste, je mag net zoveel grondstoffen verzamelen als dat er op het getal staat van de kaart die je speelt, die beurt. Je moet de grondstoffen van 1 kleur pakken. Dus je mag niet zeggen, ik mag hier 2 grondstoffen pakken. Ik pak een groene en een blauwe. Nee, ik moet 1 kleur kiezen en daar mag ik er 2 van pakken. En het tweede waar we rekening mee moeten houden is onze eigen voorraad. We mogen maximaal 9 grondstoffen in voorraad hebben. Pak je een 10e of een 11e, dan moet je er 2 uit je voorraadje gelijk weer weggooien. Hier mogen er maar maximaal 9 liggen. Nou, een voorbeeld. Stel ik heb deze kaart gekregen. Betekent dat ik graag dat Tetris vormtje wil gaan bouwen. Dus ga ik even kijken wat heb ik daarvoor nodig. 2 gele en een paarse. Dus ik heb eigenlijk nog 1 gele nodig. Stel nu gewoon dat ik deze kaart pak. Gebruik ik hem eerst om geel te verzamelen en kan ik hem gelijk bouwen. Dus ik leg deze kaart gedekt neer. Al je tegenstanders die leggen ook hun kaart gedekt neer en die draaien dan allemaal tegelijkertijd open. Mijn tegenstander heeft een 6, dus die mag eerst, want 6 is lager dan 20. En die kan gelijk wat gaan bouwen of hij kan zeggen ik ga wat verzamelen. Als hij wat verzamelt mag hij dus 2 grondstoffen van 1 kleur pakken. Maar hij heeft toevallig een leuke kaart die zegt als je deze actiekaart gebruikt voor de actie bouwen, dus zo'n tegeltje pakken, hoef je 1 grondstof minder te betalen. Dus mijn tegenstander, als ik pech heb, zou nu kunnen zeggen, ik betaal 2 gele en een paarse. Ik lever de paarse en de gele in en die andere heb ik korting. En dan pak ik het tegeltje. Nou, laten we voor de grap even hopen dat hij dat niet doet. Dus stel, mijn tegenstander pakt deze en die bouwt hij op zijn bordje. Daarna ben ik aan de beurt. En dan zeg ik, ik doe ook de verzamelactie. Nou, ik had al gekeken, ik wil graag 2 gele en een paarse, dus ik wil geel gaan verzamelen met de verzamelactie. En ik mag er dus net zoveel pakken als dat mijn kaartje aangeeft, in dit geval 2. Dan zit ik nog niet aan de 9, dus niks aan de hand. En door deze kaart krijg ik dus ook als bonus dat ik ook gelijk de bouwactie mag doen. Dan lever ik dus 2 gele en een paarse in. En die gaan niet terug in de voorraad, maar die gaan naast het bord. Dit wordt aan het begin van elke ronde weer aangevuld. Maar als je het betaalt, dan gaat het even aan de kant. En dan heb ik nu dus dit vormpje te pakken. En die mag ik op mijn bordje neer gaan leggen. En de bedoeling is dus eigenlijk dat je al deze vormpjes die hier staat, dat je die gaat afdekken. En omdat we nu gelijk de geavanceerde versie kan spelen, ga ik ook nog eens proberen om die lege vakjes te ontwijken. Als je deze wegspeelt, levert dat de meeste punten op. Dus dit vormpje zou bijvoorbeeld heel mooi hier kunnen. Dan speel ik gelijk 3 van die weg. Plus 1 van die. Dus je wil altijd proberen om je tegeltje zo neer te leggen dat je zoveel mogelijk kostbare grond afdekt. Dus ik ga hem bijvoorbeeld nu zo neerleggen. Vanaf nu, als ik een nieuwe tegel aan ga leggen, moet die altijd minstens met 1 kantje grenzen aan wat er al ligt. Dus ik mag niet zomaar random mijn tegeltjes neer gaan leggen. Vanaf nu moet het aangrenzend zijn. En zo ga je dus proberen je bordje zo vol mogelijk te krijgen. Nou, dat was mijn eerste actie. Heeft iedereen zijn of haar eerste actie gedaan? Dan gaan we naar de tweede actie. Ook dan kies je weer een kaartje uit. Ga je weer kijken van, nou, wat wil ik gaan doen? Heb ik grondstoffen nodig of heb ik genoeg om te kunnen gaan bouwen? Misschien dat een kaart mee helpt om te bouwen. Dus je kan aan de ene kant kiezen van, nou, ik wil gewoon een laag getal spelen, zodat ik zo snel mogelijk aan de beurt ben. En dat ik dus een grotere kans heb om of een bepaalde grondstof of een bepaald tegeltje te kunnen pakken. Of je denkt van, nou, het maakt me niet zo uit. Ik wil gewoon de beste actie en ik ga kijken wat voor mij nu handig is.
Deze geeft je een bonusje als je water wil gaan verzamelen. Je mag 4 grondstoffen verzamelen van 1 kleur, maar als dat water is en er is niet genoeg water, zoals nu, er zit maar 2 water in de pot en ik kan 4 water hebben, mag ik de rest van het water uit de voorraad pakken. Dus dan kan ik gewoon 4 water hebben sowieso. En deze zegt bijvoorbeeld, welke actie je ook gaat doen, of je nou gaat bouwen of dat je grondstoffen gaat verzamelen, voordat je je actie gaat doen, mag je 2 grondstoffen van het ene type omruilen voor 2 grondstof van het andere type. Nou, en zo heb je dus 20 verschillende kaarten en je krijgt elk spel, aan het begin van het spel krijg je de 4 waarmee je allerlei acties kan gaan doen. Nou, we doen maar even wat, zo en zo. En dan gaat mijn tegenstander dus of weer wat pakken of hij gaat grondstoffen pakken bijvoorbeeld. En ik ga nog wat bouwen. Kan nu even niet met dat ik heb, maar even voor het voorbeeld. Die moet dus aangrenzend zijn en dan leg ik hem bijvoorbeeld zo neer dat ik nog wel hier bovenlangs verder kan bouwen. Dan is de ronde afgelopen als iedereen zijn tweede actie heeft gedaan. Dan gaan we naar de refresh fase. Dat betekent dat de voorraden weer worden aangevuld en dat wordt aangevuld met 1 voorraad per speler. Dus in dit geval speelt het met z'n 2 spelen, komen hier 2 bij. Hier komen er 2 bij, hier komen er 2 bij en hier komen er 2 bij. Nogmaals, het maximaal op dit bordje is 5 per voorraadtype. Dus in de volgende ronde, stel dat niemand de groene resources pakt, dan zouden er hier 6 komen te liggen, want er komen er weer 2 bij. Dat gaat niet, dus dan gaat deze terug uit het spel en komen alleen maar deze 5, die blijven dan beschikbaar. Ook wordt aan het einde van de ronde wordt weer opgevuld wat weggekocht is, zodat alles weer beschikbaar is voor de volgende ronde. Natuurlijk gaat de rondemarker eentje verder. En nu komt een leuk grapje. De kaarten die we gespeeld hebben, ga je doorgeven aan je linkerbuurman. Dus de 2 kaarten die ik niet gebruikt heb, die hou ik in mijn hand. Maar de 2 kaarten die we gespeeld hebben, die geef ik door aan mijn buurman. En betekent dat ik ook van mijn rechterbuurman krijg ik 2 kaarten die ik daarna kan gaan gebruiken. En betekent dat ik de 2 kaarten krijg die de speler rechts van mij gespeeld heeft. En dan is dit mijn hand voor de volgende ronde en ga ik weer 2 kaarten uitkiezen om te spelen. 1 verschilletje als je het met z'n tweeën speelt. Daarvoor is dit bordje. Speel je het met z'n tweeën. Dan pak jij de 2 kaarten die we aan het begin van het spel aan de rechterkant hebben gelegd. En ook mijn tegenstander pakt dus de kaarten die voor die speler aan de rechterkant liggen. En de kaarten die je gespeeld hebt deze beurt, die leg je op de linkerkant van het vakje. En ook mijn tegenstander legt dan de kaarten die hij zij gespeeld heeft aan de linkerkant. Dus zodoende gaan wij dan onze kaarten rondgeven en zit er steeds 1 ronde vertraging bij tussen wanneer je de kaarten weer krijgt. Maar speel je met z'n 3, 4 of 5, dan geef je de kaarten dus gewoon aan elkaar door en niet via dat bordje. Nou, en dan is het heel simpel. We gaan weer een kaartje kiezen. Laagste nummer mag eerst. Je kiest verzamelen of bouwen. Dat doen we 2 keer. Gaan we weer rond enzovoort enzovoort enzovoort. Totdat we bij de laatste ronde zijn geweest. Hebben we de 8e ronde gehad en heeft iedereen zijn of haar zijn kaarten gespeeld? Dan gaan we kijken naar de grote eindscoren. Speel je het met z'n tweeën, dan kan je dit bordje nu omdraaien en gaan we hierop de score bijhouden met de scoremarkertjes. Ten eerste ga je dus kijken, heeft iedereen alle 5e verschillende vormpjes verzameld op zijn of haar bordje? Zo ja, krijg je bonuspunten, zo niet krijg je geen bonuspunten. Maar 15 punten kan behoorlijk aantikken, dus zorg ervoor dat je in elk geval die 5 verschillende vormpjes gaat verzamelen. Als tweede krijg je bonuspunten voor de vormpjes waar jij de bonuskaart van had. Dus in dit geval zou ik 2 keer 2 extra bonuspunten krijgen, omdat ik deze 2 keer heb. En ik krijg ook nog 1 punt voor elke rechte vorm die ik heb neergelegd. Dus die tel je ook bij je score op. Speel je het met de geavanceerde versie, dan krijg je ook nog 1 punt voor elk stukje lege ruimte wat zichtbaar is. En daarna moet je even gaan tellen hoeveel vakjes met blauw je nog over hebt. Nou, in mijn geval heb ik nog 5 blauwe vakjes over. En zoals je hier kan zien heb je 5 of meer vakjes nog over in die kleur. Krijg je 0 punten. Had ik al die blauwe vakjes weggespeeld, dan waren er nog maar 0 zichtbaar en had ik dus 5 punten gekregen. En de meeste punten vallen dus te halen als je alle paarse vakjes hebt weggebouwd onder jouw vormpjes. Want dan krijg je maar liefst 15 punten. Maar goed, deze combinaties gaan dus je score bepalen. En wie dan de meeste punten heeft, die is de winnaar van Cosmic Colonies. Dan heb je dus ook nog de geavanceerde kaarten als variant. Die maken het absoluut niet moeilijker of ingewikkelder. Alleen je hebt net even iets meer te kiezen en daardoor soms even iets meer na te denken. Want die geven de meeste kaarten ook nog een nachtactie. En dan maakt het dus uit of je die kaart als eerste of als tweede gaat spelen. Speel je de kaart als eerste, doet die onderkant niet mee. Dat is echt alleen maar voor de kaart die je als tweede gaat spelen. En die bovenkant, de eerste actie, is dus precies hetzelfde als de acties van het basisdek. De kaart die je als tweede gaat spelen, dat geldt dan als een nachtkaart. En dan krijg je de bonus van wat daaronder bij staat, krijg je ook nog eens bovenop deze kaart. Gebruik ik deze kaart in mijn eerste beurt, dan mag ik de paarse grondstof uitgeven alsof het welke kleur dan ook is, dus als een soort joker. Maar speel ik hem als tweede kaart, krijg ik een sterkere actie, namelijk dan hoef ik helemaal geen paars te betalen. Dus dan zou ik bijvoorbeeld dit vierkantje kunnen kopen voor maar 1 groene,
Of je kan bijvoorbeeld dit langwerpige, dan moet je twee dezelfde inleveren. Kan ik zeggen, nou dan gebruik ik lekker paars als de twee dezelfde. En hoef ik nog maar één andere grondstof in te leveren om dit tegeltje te mogen pakken. Met de architect, als je daarvoor de bouwfase kiest, dan mag je ervoor kiezen. Wat ik zei, ze moeten tegen elkaar aanliggen. Maar speel je hem in de dagfase met deze kaart, dan mogen ze ook diagonaal tegen elkaar aanleggen. Dus dan hoeven ze niet helemaal tegen elkaar aan te liggen, maar is een hoekje voldoende. Speel je deze kaart als tweede in je beurt, vervalt die regel en mag je je tegeltje gewoon lekker neerleggen waar je maar wil. En zo wordt elke kaart dus een stukje krachtiger. Sommigen zeggen ook, je mag en de dag ability doen, dus wat daarboven staat, plus je krijgt nog dit of dat. En dus moet je nu even goed gaan nadenken, welke kaart wil ik het eerste gaan doen of welke als tweede. Misschien heeft de oplettende kijker gezien dat er ook nog vakjes, tegeltjes zijn. Oh, in de vorm van een eentje of van een tweetje. Ideaal om lege hoekjes op te vullen die je niet meer gevuld krijgt. Deze kunnen door sommige kaarten in het spel gaan komen. Deze kan je dus niet standaard kopen, daar moet je echt een specifieke kaart voor hebben. En het kan best zijn dat je een spelletje speelt waar die kaart niet in zit en dat deze dus ook gewoon het hele potje niet meedoen. Dan zat er in deze versie, en ik weet even niet of dat komt omdat het de Kickstarter versie is of omdat het de deluxe versie was, excuses daarvoor. Maar in elk geval in deze versie zaten ook nog een bonus setje bonuskaarten. Dan ga je door tot en met 21 tot en met 25, zowel voor de geavanceerde versie als voor de basisversie. Dus gewoon 5 extra kaarten per setje. En er zaten 9 tegeltjes bij, zogeheten monumenten. En ook deze uitbreiding is eigenlijk zo simpel dat ik zeg, joh, speel gewoon gelijk lekker ermee. Aan het begin van het spel kies je net zoveel tegels uit als dat er spelers zijn. Dat kan je random doen of je laat iemand gewoon de leuke vormpjes uitkiezen. Nou, we waren met z'n tweeën, dus we hebben er 2 uitgekozen. De rest doet al gelijk niet meer mee. En krijg jij het ergens tijdens het spel voor elkaar om zo'n tegeltje precies in te kunnen passen. En dat betekent, dit vormpje moet passen en dan moet hij aan alle kanten ingesloten zijn. Dus hier zou ik hem niet mogen bouwen, want ik heb hier aan de bovenkant nog ruimte. Maar stel dat we dit hebben. Dan is het vakje wat hier vrijkomt, is precies de vorm van deze tegel die uitgekozen is. En als dat zo is, dan mag je deze gratis pakken. En dan mag je die invoegen op je terrein. En heeft een speler aan het einde van het spelletje een van die speciale terreintegeltjes op zijn bordje liggen, krijgt hij 5 bonuspunten. Er staat niet in de regels dat je niet ook de tweede zou mogen pakken, alleen krijg je daar geen extra 5 punten voor. Maar je voorkomt er wel mee dat je tegenstander dit tegeltje kan pakken. Maar om het gezellig te houden hebben Inge en ik sowieso afgesproken dat je gewoon per speler mag je één zo'n tegeltje pakken, niet meer. En tot slot zit er nog een solo variant in het spelletje. Eigenlijk gaat hij een beetje hetzelfde als dat je het met z'n tweeën speelt. Jij doet gewoon je acties. Alleen wat de robot gaat doen, dat wordt bepaald door zijn eigen setje kaarten. De robot zal of iets gaan bouwen en dat zal eerst vakje 1 zijn als hij dat kan. En als hij dat niet kan, doet hij in dit geval, gaat hij grondstoffen verzamelen en dan pakt hij er gewoon van elk 1. Met deze kaart wil hij alleen maar bouwen en dan gaat hij eerst proberen deze te bouwen en anders gaat hij die bouwen. En deze zegt bijvoorbeeld, nou ik ga eerst 3 paarse pakken als die beschikbaar zijn. Is er geen paars, dan ga ik blauw pakken. Nou, en zo komt de robot aan zijn grondstoffen en gaat hij die ook bouwen. En bouwt een robot een tegel, dan legt hij die gewoon op zijn bordje. En kan het ook zijn dat je stapeltjes krijgt van dezelfde vormpjes. Je kan zelf weten hoe moeilijk het je maakt. Stel dat je hem op de 7 zet, dan krijgt de robot aan het einde van het spel 7 punten voor elk vormpje wat hij gebouwd heeft. En hij krijgt 5 strafpunten voor elke vorm die niet gebouwd is. En dat ga je dan puur vergelijken met jouw score. En wie dan de meeste punten heeft, die is de winnaar. Dus je speelt echt tegen die robot. Je moet echt gaan zorgen dat je meer punten gaat halen. En de robot, de acties worden dus bepaald door dit stapeltje kaarten. En ik denk dat ik nog even een solo potje ga spelen straks en dat ook op zal nemen. Dus dan kan je altijd nog even uitgebreid zien hoe dat gaat. Voor nu is dit de uitleg van Cosmic Colonies. Het is een lekker luchtig, vlot tegellegspelletje. Of je pakt grondstoffen of je geeft ze uit om die tegeltjes te kopen die je op je bordje gaat plaatsen. Daarbij ga je proberen om zoveel mogelijk van die speciale vakjes af te dekken. En aan het einde van het spel gaan we dan kijken wie dat het beste gedaan heeft. Leuke twist is dus het kaartenmechanisme die je acties gaan bepalen. Sommige kaarten geven je juist een bonus als je voor verzamelen gaat. Andere kaarten geven je juist de bonus als je hem gebruikt om te bouwen. En daarom is het soms ook wel makkelijk van, nou, als ik iets moet gaan verzamelen, ga ik eerst kijken welke kaarten heb ik die me een bonus geven op het verzamelen. En als je weet ik ga bouwen, oh, welke kaart geeft me een bonus op bouwen. Je kan dus ook voor kiezen om met de geavanceerde kaarten te spelen. En wat mij betreft, het is zo simpel, doe dat gewoon lekker gelijk. Dan krijg je een extra bonus voor de kaart die je als tweede gaat spelen in de ronde. En daardoor heb je gewoon net even iets meer keuzes en iets meer strategie, zonder dat het gelijk ingewikkeld of moeilijk wordt. Mocht u nog vragen over Cosmic Colonies hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.